In this video, we take you to an abandoned concrete plant that closed its doors in 2005. The factory is in poor condition, where machines are rusting away and the rain is coming in. Join us in search of the unknown. Oh shit, auto! Daar in de verte is dus onze nieuwe locatie die we gaan bezoeken. Carolo Beton. Een verlaten fabriek waar uiteraard beton werd gemaakt. Ik weet niet wat dat is, dat is volgens mij een oude van de elektriciteit inderdaad. Daar, dat is volgens mij allemaal verlaten ook, de heel dat terrein daar. Dat is gewoon echt gigantisch hier, al die verlaten plekken. Hier is er ook een hele grote Coquerie Marchand, die gaan we nu vandaag niet doen. Dat is een hele grote urbex locatie ook. Beetje vergelijkbaar zoals HFB. Nou wat hè? Geen idee man, nou waar dat we... We're going on an adventure, ja? That's for sure. Ik weet niet waar dat we uitkomen. Daar is de verlaten fabriek waar dat we moeten zijn. Dus. Ik denk dat dit de minst opvallende route is. Welk? Ah ja, hier zijn walsen. Wat? Oei. Ja, ik weet het. Ça va? Oh my god, ik wil echt niet doodgaan. Holy shit. Oh my. Dat is op de poep naar beneden, hè? Oei, oh. Ja, zo hè? Ja, zie maar dat je niet valt. Oh. Zeg maar. Denk het wel, hè? Ja, daar wel, maar als we nu gewoon. Ja, we gaan eens kijken, hè? Dus daar is de grote baan. We vallen inderdaad wel redelijk hard op nu, maar er is momenteel geen auto te zien. Maar man, dat is hier een oerwoud. Je moet hier lager en lager bukken. Alright guys, we made it. Oh jong. Maar dat had ik wel niet verwacht. Wow. Dat is gigantisch. Dat drijft. Dus het was eerst schat op de boer. Huh? Het is wel warm door. Ja, dat wel. Volgens mij ligt hier gewoon nog cement voor beton te maken, dat daar is uitgelopen. Kunt je daar naar beneden? Ja. Nice. Het ligt hier natuurlijk allemaal binnen. Omdat er amper nog een dak in zit. Maar wel oppassen man, want hier zitten allemaal gaten in de vloer. Sorry voor. Maar daar zie ik ook al een serieus schat. Oef. Weet je wat? Is dat stevig?
Ja, ik ga het proberen. Maar pas op, zo. Dat is helemaal doorgezakt. Niet met twee op gaan staan. Ik weet ook niet of dat de vloer hieronder dan zo stevig nog is, hè. Oké. Okay. Ah, hier is wel nog een coole machine. Yo. Maar wel levensgevaarlijk, want hieronder is gewoon de grond. Ah, dat waren kantoren. Denk ik. Nee? Of toch zoiets in hun hart. Maar dat is hier ook de straat, dus dat is ook wel een beetje gevaarlijk. Het is hier ook echt pikje donker. Zonder een zaklamp ziet je praktisch niks. Ik weet niet wat dat hier is. Maar hier staat terug lichter. Ah, dat komt gewoon aan de straat uit. Zie? Geen oplossing. Ben je dat hier al geweest? Nee. Het is hier zo vochtig. Moet zien waar ik op sta, gewoon op een platform om mij hier te kunnen manoeuvreren. Overal hoort je water naar beneden druppelen. Bro, hoe moet ik hier over raken? Shit. Dat is geen optie. Is dat hard? Oeh, nee, ik schuif bijna uit. Bro, dat gaat niet. Het water buiten is ook gewoon letterlijk groen. Je kunt daar naar buiten kijken. Wow. Dat water is hier letterlijk groen van het vuil. Mm-hmm. En allemaal tonnen die er liggen en dan deze. Mm-hmm. Dat is het eigenlijk. Voilà. Auto. Okay, let's go. Bye bye, Carlo Beton, Carolo Beton. Zwang hem, hè? Eigenlijk. Oh, my, dat heb ik nog niet gezien.
Goed. We zijn aan het einde van onze video gekomen. Hier bij Carolo Beton, een verlaten betoncentrale. En wat vond je ervan? Dat is chic, vooral de bidons. Zo, de silo's. Langs de buitenkant ziet het eruit alsof dat... Het is ook helemaal in verval, maar het is eigenlijk nog wel de moeite om eens even binnen te springen. Te kijken wat dat er nog is. Heel veel decay. Ik denk dat het niet lang meer gaat duren voordat alles helemaal instort. Dus het is vrij gevaarlijk. Dus oppassen als je naar hier komt, als je de locatie weet zijn. Voor de rest, het ligt aan een drukke baan. Dus ook oppassen voor auto's en camions die voorbij rijden. En voor de rest, ja, maar één ding te zeggen. Peace out, stay exploring and see you in the next Urbex video, guys.